typen. Nee, niet dat. Jawel, de laatste verlichting nog. De laatste input. Ja, de laatste input. Nou, ja, ik zal hem straks vervangen. Ik denk, ja, het piept. Althans, niks zitten doen. Ik zit op Facebook. Ik heb een opdracht gekregen om even een plaatje te maken voor een kleinkind dat jarig gaat worden. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is nog ochtend en nog heel vroeg in de ochtend voor mij doen ook. Het is 9:28 uur, bijna 9:30. Ik moet opschieten, tenminste, ja. Ze komen toch nooit niet op tijd. Maar ik krijg dus van de woningbouw iemand tussen 10 en 1. Ja, lekkere tijd, hè, tussen 10 en 1. Ja, ze kunnen vroeg komen, ze kunnen laat komen. Ik zal altijd afwachten, vanwege mijn tuindeur, want die tocht als de neten, al een aantal jaren. Mijn man die heeft altijd geprobeerd ervoor te zorgen dat het overging, maar hij betaalde zijn groene schil iedere keer om weer tochtbanden te halen en alles. En dat hielp me niks, En, maar dat ding is zo kram als een hoepel. En wat krom is, wordt ook niet meer recht en je krijgt de koude niet meer uit je huis, maar je stookt je eigenlijk, ik weet niet wat. Dus ik ga vandaag een nieuwe deur eisen en ik moet straks ook nog even bellen naar de woningstichting. En dan naar de huurderscommissie vragen of zoiets, weet ik veel. Ik zal het nog eventjes navragen welke afdeling ik nog moet hebben. Maar in ieder geval, ik ga nou eerst proberen met Rijka even uit, want die moet nodig uit. Maar het weer is ook grijs-grauw aan die kant. Aan die kant zou je zeggen, er komt een schip met zure appelen aan en daar valt het wel weer mee. Dan zie ik nog blauwe lucht, maar aan die kant nog peniendo. Maar oké, maakt het allemaal niet uit, ik kan de pret niet drukken. Ik wens jullie natuurlijk wel weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En dat allemaal natuurlijk op die mooie maandag, 29 juni, om 9:30 uur. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Er zijn weer een heleboel dingen wat natuurlijk mag en per 1 juli mag er weer meer, heb ik gehoord. Dus ja, ja, er zijn weer mensen die weer gewoon normaal hun werk doen, maar er zijn ook mensen die in etappes moeten werken, omdat er anders weer geen... Er moeten ook weer andere mensen aan het werk, je collega's, want je mag dan niet bij elkaar aan het werk, weet je? Vanwege afstand te behouden en te veel werklui over de vloer, ja, dat mag dan nog weer niet. Maar oké, ik zeg geniet ze. En ook voor de jeugd, geniet lekker. Als je nog naar school toe gaat, dan kan dat. Of je hebt misschien al een zomervakantie, ik weet het nou niet, want ik ben uit die kinderen vandaan. Maar in ieder geval, wens jullie allemaal een fijne tijd en het gaat jullie goed. En wees lief voor elkaar. Ja, ga niet op de vuist. Er is al genoeg ellende op de wereld, ja toch? Maar oké, ik zou zeggen geniet ze en we spreken elkaar later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, is het bij jullie ook zo donker weer als hier? Het is echt, ja, grijs-grauw. Niet leuk, nee. Net die mooie dagen en dan dit. Maar ja, het was voorspeld, hè. Het begint nou ook net te regenen, zie ik. En ik had Rijka net gezegd, we gaan er zo meteen lopen. Ja, vergeet het nou maar. Ik had me niet voor Jan met de korte achternaam nat regenen. Nee, dat doen we maar niet. Nee toch? Vind ik niet nodig. Ja, en woensdagochtend moet ik om 8:30 al bij de huisarts zijn. Ja, waarvoor? Ik ben niet eens niet ziek, maar ik heb wel wat. Ja, heel veel pijn van mijn rechterbovenarm. Ik kan hem... Nou, dat doet het al zeer, begint het te trekken. Ik weet het niet eens. Waarom? Ik heb niks verkeerd gedaan.
En ja, allemaal uitslag op mijn benen. Nou, ik laat me niet zien, want... Bah, ik vind het maar, ja. Karin die zei ook al, man, ik heb het vroeger ook gehad. En dat kwam alleen als ik door dat en dat bos of park heen liep. En dan kreeg ik uitslag. Er schijnt dus daar iets te groeien of te staan waar zij niet tegen kan. Nou, en ik loop langs de gracht, die kant op. Er kan ook wel iets staan waar ik niet tegen kan. Ze zitten proberen nou op die kant op te gaan. Nou, dat ga ik straks proberen en dat uitproberen een aantal weken. Dan maar even een andere route, kijken of dat scheelt. Maar ja, het is nou vandaag niet echt zomer. Het is vandaag herfstachtig qua weersomstandigheden. Het is geen zomerse bui, want het waait ook nogal tichtelijk hard. Dus ja, ik weet het niet. Maar we zullen het wel beleven. En ik vond nog een zaklampje boven in mijn laadje van mijn nachtkastje. Maar die moet ook open kunnen. Ik weet enkel niet 1, 2, 3 hoe. Oh, daar oh dus. En er zitten batterijtjes in. Twee platten. Dus die moet ik vervangen. En dan doet hij het weer. Ja, er schijnt ook een alarmgeluidje op te zitten. Dus we zullen het beleven. Dat is het knopje voor het zaklampje, maar die doet het dus ook niet. Maar daar zit ook een knopje. Waar dat nou voor is, dat kan hij niet eens niet open. Zo wel? Ja, zo wel. Oh, dat is het slot. Zo kan hij een klein gedeelte open. Ja, zo kan hij maar een klein gedeelte. Oké, dat is dus het slot. Oké, nou ja, toch goed dat je daar dan weer achter komt. Maar die heb ik ooit van mijn mannetje gehad. Ik denk, nou, weet je wat, die wil ik erbij hebben. Ja, toch? Dat hoor ik nog piepen. Nee, niet dat. Jawel, de laatste verlichting nog. De laatste input. Ja, de laatste input. Nou, ja, ik zal hem straks vervangen. Ik denk, ja, hij piept. Geweldig. Hij piept nog na. Nou, hup. Nee, dan moet hij wel open. Wacht even. Hé, dikke me. Hij moet open. Zo. Zo, nou hou je hem op maar. Zo die platte dingen. Tenminste, plat. Ik vind hem nog wel aardig dik, toch? Ja, ik vind hem aardig dik. Ik denk dat ik die ineens niet heb. Deze gaat naar je muggenmoeder. Wegwezen. Zit niet mijn te pesten. Nee, niet nodig. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. Ik zal kijken of ik die batterijen nog heb. En anders komt dat dan wel. Maar in ieder geval, ze zijn eruit. Dan kan ze. En hij is gelukkig nog schoon. Maar dat komt allemaal goed. Ik moet in ieder geval van die dikkere batterijtjes hebben. Nou, dan gaan we ook opzoeken. Ik heb daarop die dingen hangen. Maar of dat die dikker zijn, dat het grotere platten waren. Maar ja, komt goed. Ik zou zeggen, geniet ze. En we spreken ook later weer. Rebecca, die komt niet vanmiddag. Nee, die komt woensdagmiddag om 12 uur. En vrijdag, dat heeft ze vandaag besloten. Ik kreeg vandaag een appje van, vind je het erger dat ik woensdag en vrijdag kom? Nou ja, toen heb ik gelijk gezegd, ik moet om 8:30 bij de huisarts zijn. Dus vroeg uit de veren. Ja. En dan zullen we het wel beleven. Ze was ook nog niet helemaal in orde. Nou ja, dat kan gebeuren van met dit weer. Met dit weer worden we ook ziek. Ja toch? Dan, zo was het heet en nu is het te koud. Tenminste, bij toen vergeleken. Er zwerven hier van die hele rare vliegjes rond. Lijken wel motvlindertjes, zo snel gaat het allemaal. Maar om ze te vangen gaat ook niet. Heel raar. Waar ze vandaan komen, ook dat weet ik niet. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb de vliegen met me te klaarleggen, dus we gaan zo meteen even op jacht. Ja. Ze zeggen, geniet ze nogmaals en we spreken elkaar. Doedeliedokies.
Ja, lieve vrienden, hallo allemaal. Het is al reeds avond, hè? Ja, ja, ja. En het loopt alweer tegen 9 uur. Ja, de tijd gaat wel door, hè? Als je zelf niks zit te doen. Althans, niks zit te doen. Ik zit op Facebook. Ik heb een opdracht gekregen om even een plaatje te maken voor een kleinkind dat jarig gaat worden. Binnenkort. Voor een vriendin van mij en ik zit naar een film te kijken naar onze Good Doctor. Dus ja, gezellig voor mezelf en ik ben bezig met een bak koffie. Nou, en ik heb natuurlijk nog abrikozenfly, dus dan ga ik weer een stukje van afsnijden. Ja, zo komt het toch ook weer op. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Het is hier donker, grijs en grauw en triest en harde wind. En het is niet leuk meer. Nee. Echt niet leuk. Allemaal grijs en grauw. Ja. Echt niet fijn. Nee. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee. Het leven gaat door. En ik heb trouwens heel lekker gegeten. Ik had een paar normale, tenminste, frietaardappels. Heb ik er een paar van geschild. En een zoete aardappel had ik geschild. Dat is stukken gesneden, gewoon als aardappel. En dat heb ik gewoon met, ik had nog een zakje met wortelen in de vriezer liggen. Heb ik erbij gedaan. En dat hele mikmakkie heb ik gezamenlijk gekookt. Op een gegeven moment heb ik nog eventjes spekjes erbij gedaan. Verder laten koken tot het allemaal gaar was. En ik heb een sipel gebakken in de koekenpan. En dat ook nog een keer doorheen. En nou, ik heb een soort met stamppot, peen en uien. Enkel de uien heb ik lekker gebakken. Lekker! Ja! Heel erg lekker. Is weer wat anders met een zoete aardappel ertussendoor. Ja! Helemaal geweldig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze verder. En verlaat op de avond natuurlijk uiteraard een welterusten met mooie dromen. En wie weet kunnen ze ooit eens een keer uitkomen. Je weet maar nooit, hè. Nee. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. En slaap vooral lekker zacht. Doei!